heeft, zie ik, gewinkeld volgens afspraak. Ja. Hoe is u dat bevallen? Ja, goed. Ik heb gebeld en toen kon ik 20 minuten shoppen bij de schoenenwinkel. En ik heb de voetjes opgemeten voor de kleine en schoentjes gekocht. Dus het was mooi dat het op deze manier kon. Ja. Ja. Bent u tevreden over deze manier van winkelen? Ja, het is natuurlijk fijner als we gewoon weer naar de winkel kunnen. Maar ik ben blij dat we in elk geval weer wat kunnen. Ja. Nou, we gaan nog naar de afspraak. We hebben een afspraak bij TUI en dat bevalt ons goed. We weten dat we 12 uur aan de beurt zijn en in dit geval is dat heel goed, want het voorkomt voor ons ook wachttijd. Ja. Wat moest u precies doen om deze afspraak te maken? We hebben online een afspraak kunnen maken. Nee, nog niet. Maar ik ga ook niet. Want 10 minuten vind ik veel te kort. Dat vindt u veel te kort? Ja. En daar heb ik ook geen plezier eraan. En het is weer fijn dat het weer persoonlijk mag. Hè? Weet je, dat je gewoon, ze weten wat je nodig hebt. En ja, dat je het gesprek ook erbij. Weet je, het is gewoon fijn dat het weer mag. Mevrouw, ik zie dat u zojuist heeft gewinkeld. U heeft dus al ervaring met winkelen volgens afspraak. Ja. Hoe is dat bevallen? Ja, enorm goed. Ik ben overal fijn geholpen. Mooi 1-op-1, dus je werd ook direct geholpen en je bent zo weer klaar. Ja. En hoe gaat dat precies in zijn werk? Ja, ik heb dan een tijd gereserveerd. Ja, je wordt dan gelijk dus direct geholpen. En de 1 al 20 minuten, de ander 10 minuutjes, het werkt prima. Wat vind je van het systeem? Ja, ik snap de maatregelen wel, maar ik vind het zelf ik vind het niet echt handig. Wat vind je daar niet zo handig aan? Nou, bijvoorbeeld met kleding passen, dat kan dan niet. En dan heb je misschien een verkeerde maat en dan past het niet. En dan moet je weer heel lang wachten tot je weer kan ruilen. Winkel op afspraak. Ja, je mag 10 minuten binnen, geloof ik. Ja, en dat is dan zo, je hebt het gevoel dat je gewoon onder druk zit. Je moet binnen 10 minuten beslissen wat je koopt. We konden kiezen uit verschillende tijdstippen. Ja. En het ons, door ons gewenste tijdstip is gegeven. Vond u lastig? Ik vind het wel leuk om gewoon naar de winkel te gaan. Je moet nu echt een tijdstip komen. Ja. En dat is een beetje lastig. Ja, klopt. Ja. Ja. Eigenlijk, ja, ik vond het niet lastig. Ik bedoel, iedereen moet zich aanpassen nu, hè? Dus weet je, ik vind het, is het lastig? Nee, het is een belletje. Ja. Ja. Ja, je voelt je ook wel een beetje speciaal, denk ik. De hele winkel is voor jou. U voelt zich een klein beetje de koningin. Klein beetje speciaal, ja. Nou, die gaf wel aan van, het is gewoon jammer dat je maar 1 klant tegelijk kunt ontvangen natuurlijk. Dat is natuurlijk ook niet echt bevorderlijk voor de inkomsten. Ja. Maar verder vond hij het vooral prettig dat de winkel weer open was. Ja. Dus hij was ook positief. Ja. Hoe lang, schat je in, duurt deze manier van winkelen nog? Ik denk zelf nog een maandje zoiets. Ja. En dan kan wat jou betreft de vlag uit? Ja. Ja. We zijn wel heel dom bezig met heel veel dingen. Maar goed, wie ben ik? Dus als ik u goed begrijp, dan steekt u de vlag uit op de dag dat de winkels weer normaal open kunnen. Ja. Ik wel. Ja. Ja, ben ik van overtuigd. Ja. Ja. Ja, ik heb een nieuwe afspraak staan bij de boekhandel. Nou ja, dan weet ik ook dat ik daar op een bepaald tijdstip terecht kan. En op zich vind ik dat al prettig. Ja. Ik vind het natuurlijk uiteraard heel erg jammer voor alle winkeliers. Ik hoop snel dat het wel verandert. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het nog wel een tijdje zo zal duren. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Dus ik denk nog een maandje zo, denk ik. En de horeca nog 2 maanden misschien wel. Ja. Het lijkt me dat u zich heel speciaal kunt voelen wanneer u alleen de winkel in wordt gelaten. Ja, het is wel een privébehandeling. Ja. U voelt zich een klein beetje de koningin. Ja, ik voel me een klein beetje de koningin. Okay.